Nijmegen heeft zaterdagmiddag een Vector of Memory gekregen. Het herdenkingsteken is een onderdeel van een route door Europa langs allerlei bijzondere plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Deze Vector staat onder Stadsbrug de Oversteek, een locatie die natuurlijk niet mag ontbreken. Nou, het is natuurlijk de beroemde plek van de Waalcrossing, waar de Amerikanen overgestoken zijn om uiteindelijk Nijmegen te proberen te bevrijden. En dit is dermate een relevant onderdeel, een icoon voor Nijmegen, dat we het ook belangrijk vonden om de Waalcrossing, zoals dat zo mooi zeggen, ook een eigen Vector of Memory te geven. De zogenoemde Liberation Route is opgezet om te herdenken, te leren en te reflecteren. Ook voor burgemeester Bruls, die de Vector samen met Dijkema onthulde, is de Oversteek een bijzondere locatie. Nou, op de eerste plaats vind ik het altijd indrukwekkend de plaats waar je bent. Ik probeer me voor te stellen hoe het was in 1944. Toen was er natuurlijk geen oversteek. Aan de overkant heel weinig gebouwen. Hier natuurlijk nog wel behoorlijk veel gebouwen. Wat dat betekent moet hebben voor die jonge mannen die eigenlijk wisten van dat ze een heel onzeker lot, wellicht, misschien zelfs waarschijnlijk de dood zouden ingaan. En daar word je wel ook wel even stil van. En zeker als je dan nu die brug ziet en die herdenking nu, waar je precies op de plaats af waar het is. Ik vind dat heel indrukwekkend. Volgens Bruls valt er zeker nog het nodige te leren van de gebeurtenissen op deze locatie in september 1944. Dat we in ieder geval heel erg dankbaar voor moeten zijn dat het gebeurd is. Want ik denk dat niemand van ons, tenzij je zelf in zo'n positie komt, ook maar enigszins kan navoelen of goed vertellen wat het is. Ik in ieder geval niet. Ik probeer het me voor te stellen. Maar ik kan wel, en dat geldt voor ons allemaal, wel heel dankbaar zijn voor het gebeurd is. En heel goed met wat zij gedaan hebben, de levens die gegeven hebben, de kost die zij hebben betaald, de prijs die zij betaald en de erfenis die ze daarmee ons hebben nagelaten, moeten we heel zorgvuldig omgaan. De vrijheid is voor mij eigenlijk dat je gewoon mag gaan en gaan staan waar je wilt. En dat je overal mag naartoe gaan en met vrienden alles mag doen wat je wilt. En dat er niemand is die zegt van je mag niet dit en je mag niet dat. Ja, vrijheid is voor mij dat je vrij kan leven zonder oorlog. Dat je gewoon over straat kan lopen en denken en niet over straat lopen en moeten schuilen achter elke hoek van straks word ik neergeschoten. De nieuwe Vector is niet de eerste in onze regio en ook zeker niet de laatste. Bij het Vrijheidsmuseum Groesbeek staat er onder andere eentje, maar bijvoorbeeld ook het Jacob Groenewoudplantsoen bij de Jacob Vosbrug in Arnhem staat er ook eentje. En zo komen er nog verschillende bij.